Goedenavond. Waar ik het eigenlijk over wou hebben, dat leek me een mooi thema. Het thema is boos. Ja, u zegt boos. Ik ben zelf helemaal niet boos, dat zal blijken in de loop van het betoog. Maar u weet, we hebben tegenwoordig nogal wat boze burgers. Hoeveel het er zijn is nooit helemaal duidelijk, maar ik zal u straks uit de doeken doen wat het Sociaal Cultureel Planbureau ter zake heeft uitgezocht. En op zichzelf is dat al heel nuttig om te weten, want dat leidt eigenlijk tot een vrij onvermijdelijke relativering. U begrijpt ook wel dat ik het niet als thema had gekozen als het niet gerelativeerd had kunnen worden, want ik heb de reputatie alles te relativeren. En die boosheid betreft natuurlijk Nederland, zoals het er vandaag de dag bij ligt. Kloteland volgens velen, allemaal waardeloos. De regering bestaat uit half de bente zakkenvullers. En nou ja, u weet, er is eigenlijk maar één politicus die werkelijk begrijpt waar het om draait in Nederland. Die staat ook hoog in de peilingen. We hebben vandaag natuurlijk ook even weer de cijfers van Maurice de Hond gezien, voor wat ze waard zijn, want niemand weet wat ze waard zijn. En ik herinner u aan het feit dat hij bij de afgelopen twee parlementaire verkiezingen er totaal naast zat. Dus misschien moeten we die zaak met een korreltje zout nemen. Te meer omdat volgens Maurice de helft van de ondervraagden van mening was dat als Geert de grootste partij zou worden. Ik zeg speciaal Geert de grootste partij, want u weet, hij is het enige partijlid. Hij is het enige lid van zijn beweging. Wat al heel raar is natuurlijk. Maar goed, de meerderheid van de kiezers is van mening, ik geloof 54%, als ik het me goed herinner, dat als hij de grootste wordt, dat hij dan ook mee moet regeren. Is dat in overeenstemming, vindt u zelf, met de parlementaire beginselen? Of zegt u, nou ja, wacht nou eens even, moeten we niet daar heel even over nadenken? Maar dan mag je in Nederland regeren eigenlijk. Hoe lang mag je, stel voor u vormt de regering, hoe lang zit die regering daar? Nou, die zit daar tot er een parlementaire meerderheid zegt dat die op moet krassen. Een motie van wantrouwen indient en zegt, ja, dan moet je weg. Nou ja, dus je kunt ook, natuurlijk ook heel goed zonder de grootste fractie een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Dat is ook wel eens gebeurd in de loop der tijden. Dus waarom per se Geert dan in de regering zou moeten? Want dat is natuurlijk een tweede vraag die ik u stellen kan. Ik dwaal nu al af, maar dat kan geen kwaad. Vindt u dat hij mee moet regeren? U waarschijnlijk niet, want anders kwam u niet op eerste Pinksterdag naar het Utrechtse theater om naar mij te luisteren. Ja, dat is een probleem, dames en heren, wat onoplosbaar is, namelijk dat de spreker bijna altijd preekt voor eigen parochie. En ja, ik zou natuurlijk ook graag hebben dat de hele zaal op die lege stoelen gevuld zou zijn met rabiate PVV-aanhangers, mits ze zich een beetje zouden gedragen en niet zouden vervallen in het gedrag wat ze bijvoorbeeld in Steenbergen vertoond hebben of op andere ongelukkige plekken in Nederland. Want daar waren, zoals u weet, heel veel boze burgers. En de meeste van u hebben ondertussen, zonder dat ze dat zelf per se wilden, toch zeker 50 maal de gebeurtenissen in Steenbergen gezien. Want de televisie is gek op dat type van momentjes, wat ze ook precies te betekenen hebben. Dat is een van de eigenaardigheden van de televisie, dat incidenten in feite historische gebeurtenissen kunnen worden, terwijl het eigenlijk altijd incidenten zijn geweest. En dat is natuurlijk, aan de ene kant kan dat heel leuk en mooi zijn, maar het kan ook een heel misleidend beeld van de werkelijkheid geven. Ja, er is helemaal geen reden om aan te nemen dat Geert per se in de regering zou moeten. Als je een parlementaire meerderheid hebt, misschien moet die volgend jaar worden samengesteld uit 5 partijen, wie zal het zeggen. Dan heb je daar in principe voldoende aan en dan kan Geert, die kan op zijn kop gaan staan. Maar er is parlementair gesproken niets op aan te merken. Hè? Dat zult u toch wel met me eens zijn. Nou, dat moet u wel met me eens zijn. Ja, ik zeg dat met een zekere nadruk, omdat mijn indruk is, bij veel Nederlanders, ook bij mijn eigen kennissen moet ik u zeggen, soms zelfs heel pijnlijk bij sommige familieleden, dat ze werkelijk niet de flauwste zoeken hebben hoe de parlementaire democratie in elkaar steekt en wat daar wel kan en niet kan en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En op dit moment is de verleiding wel buitengewoon groot om iets te zeggen over dat diep ongelukkige referendum wat we gehouden hebben. Ja, de bedoeling was met z'n allen, maar u weet, slechts 32,2% van de kiezers is opkomen daar. Wie van u heeft zijn stem uitgebracht? Kijk eens, wat een gewetensvol publiek.
Ja, of onprincipieel, dat kan natuurlijk ook zijn. Ik heb mijn stem niet uitgebracht. Ik geef toe, ik heb een hele middag geworsteld achter mijn bureau. Het stembureau is van mijn bureau af ongeveer 30 meter lopen. Dat is in een kleuterschool. Het is altijd in kleuterscholen en gekkenhuizen, die stemlokalen. Ik weet ook niet waarom. Maar ik ben toch niet gaan stemmen. Want het komt vrijwel nooit voor, maar ik was het 100% eens met Frits Bolkestein. Die was geloof ik de avond ervoor even op tv geweest en die had uitgelegd waarom hij niet ging stemmen. En dat legde hij perfect uit en dan zeg je nog eens, oké, zijn het alleen nog maar bejaarden die in Nederland begrijpen hoe de democratie in elkaar steekt. Soms denk ik dat wel eens. Ja, je bent in Nederland bejaard vanaf je 60ste, ik waarschuw u maar even. Vanaf 60 ben je jong bejaard, vanaf 65 ben je bejaard. Hoe nu dat gecalculeerd moet worden dat we pas 2 jaar later een AOW krijgen, weet ik niet precies. Misschien dat je nu ook pas op je 67 daadwerkelijk bejaard wordt. Maar het is een officiële categorie, kan ik u verzekeren. Je krijgt ook allerlei bejaardenkortingen, wist u dat? Wist u dat ik bij de kapper bejaardenkorting krijg? Of dat nou gerelateerd is aan het feit dat je haar ook minder wordt naarmate je leeftijd stijgt. Dat is mijn, ik heb het gevraagd, maar daar hadden ze nooit over nagedacht. Het was iets van de kappersbond, geloof ik, die het had verzonnen. Dacht ik. Maar goed, ik heb het me aan laten leunen, terwijl ik eigenlijk principieel tegen ben. Dat er een soort speciale bejaar, want je kunt goedkoop naar het museum en je kunt met zo'n roze kaart in de bus, of althans dat kon vroeger en... Nou, op allerlei terreinen krijgen bejaarden. Maar zijn bejaarden in Nederland slecht aan toe eigenlijk? Ja, u weet. Als je Henk Krol raadpleegt, nou dan zijn we er slecht aan toe. Ja, dat zou ik nog wel even tussen haakjes. Ik zou het enorm. U weet, er zijn volgend jaar weer verkiezingen. Doe mij één lol en stem niet op Henk Krol. Ik heb dit zinnetje speciaal ontwikkeld met een rijmpje erin. Zodat het ook voor de mindere geesten goed te bevatten is. Doe me een lol, stem niet op Henk Krol. Ik zag vandaag in de peiling van Maurice dat hij op 5 virtuele zetels staat. Dan moet je toch denken dat kennelijk een vrij groot deel van zijn kiezerspubliek al in Alzheimer schemer is verdwenen. Want anders kan ik er geen verklaring voor verzinnen dat je bereid bent op Henk Krol te stemmen. Dat is, ja. Nou, Henk Krol is in feite het vlees geworden populistische onbenul. Van Geert kun je nog zeggen dat hij niet onbenullig is en dat hij in ambachtelijke zin ook wel een soort vakman is. Hij, dat moet je hem nageven. Dat boos zijn speelt hij magistraal. Hij zou een Shakespeareaanse boosrol kunnen spelen. Je ziet ook al die verkrampt van gespeelde boosheid verschijnt hij bij de algemene beschouwingen achter het kathedertje om eens fijn uit te pakken. Met een uit het hoofd geleerd tekstje wat Bosma geschreven heeft. Ja, u ziet, ik heb er helemaal niks mee. Maar goed, even nog ons referendum. Ik dwaal alweer af van de afdwaling. Ja, het is een doolhof, mijn brein. Want nou moet u zich voorstellen, Nederland had binnen de... wij zijn lid van de Europese Unie. En alle landen van de Unie onderhandelen gezamenlijk over iets dergelijks als het handelsverdrag met de Oekraïne. De EU heeft een heleboel van die handelsverdragen van wisselende aard en soort. Dit was een vrij serieus handelsverdrag. We hebben mee onderhandeld en we waren het uiteindelijk eens met wat het geworden is. We hebben onze handtekening daaronder gezet als natie. We hebben geen voorbehoud gemaakt, ik zeg het er maar even bij. We hebben dus niet gezegd, jongens, sorry, maar het is mogelijk dat geen stijl en geleid door de heer Roos nog een referendum gaat houden. En in dat geval zijn wij eventueel gehouden om het niet te ondertekenen. Nee, dat hebben we helemaal niet gedaan, want we zagen dat natuurlijk totaal niet aankomen dat zou gaan gebeuren. Want dat was ook eigenlijk een beetje een lollig ideetje op het laatste moment. En god, als het kan, laten we het dan maar doen, zo dat werk. Het bleek ook uiteindelijk over iets anders te gaan. En vervolgens is dat verdrag met onze handtekening eronder door de Tweede Kamer met een zeer ruime Kamermeerderheid aangenomen. De enige tegenstemmers waren Marianne Thieme in verband met de Oekraïense plofkip, die veel ernstiger schijnt te zijn dan onze eigen plofkip. Ik bedoel, het is al een wonder dat ze niet al ontploffen op weg hier naartoe.
En de PVV heeft vanzelfsprekend tegengestemd en de SP heeft tegengestemd. Beide onze, zeg maar, onze dorpspartijen, om het kort samen te vatten. Dus je zou zeggen, dat is in alle denkbare opzichten, is dat handelsverdrag democratisch bevestigd. U had het waarschijnlijk niet zo gevolgd allemaal, want dat doen de meeste kiezers niet, maar dat is de kern van de parlementaire democratie, dat u niet elke dag hoeft na te denken over de problemen van wetsontwerp en waar het heen moet. En of ZZP'ers een begin aftrek moeten krijgen of juist niet. En nou, al die dingen waar u zich niet mee bezig gaat, behalve als u ZZP'er bent natuurlijk. Maar zelfs dan, hè, want u, wie van u heeft wel eens te maken gehad met de VAR-verklaring? Oh, kijk, zie je, vrij betrekkelijk jonge mensen. En ik ook, dus dan, ik voel me nu toch wel een beetje gesterkt eigenlijk, dat ik in jong gezelschap verkeer. Dan weet u ook dat de VAR-verklaring is afgeschaft bij 1 januari van dit jaar. En dat we nu een, ja, dit is heel vervelend voor de mensen die geen idee hebben wat een VAR-verklaring is. Dat is een verklaring arbeidsrelatie, waarin je moet duidelijk maken dat je voor zoveel verschillende opdrachtgevers werkt, dat je niet tegen 1 van de opdrachtgevers kunt zeggen dat je eigenlijk vast in dienst bent en om die reden sociale uitkeringen. Dat die hele, dat hele bouwsel moet aanspreken wat wij opgericht hebben ter zake. En nu is er iets nieuws, nu moet je een modelcontract sluiten met je opdrachtgevers. Maar niemand weet hoe die modelcontracten in elkaar zitten. Ik zelf heb, ja, sorry dat het een beetje autobiografisch is, ik zelf heb in de loop van het jaar, ik schat toch zeker 45 verschillende opdrachtgevers. He, dat kan van alles en nog wat zijn. Schouwburg in Utrecht of RTV Utrecht of nou ja, van alles en nog wat. En zou ik dan 45 verschillende modelcontracten moeten gaan? Zijn die ergens? Heeft het ministerie die ter beschikking gesteld? Ik kan u verzekeren, niemand die het weet. Niemand weet het. Interessant toch om te horen, hè? Dat in zo'n prima georganiseerd land als Nederland hier in feite een min of meer zelf gecreëerde chaos ontstaat. Maar nu terug naar de parlementaire democratie. Dus er is een wetsontwerp, dat is door de regering ingediend. Dat is door de Tweede Kamer is dat aangenomen. Met enige pourparlers en amendementen wordt het ook aangenomen in de Eerste Kamer. Je zou zeggen, het is nu aangenomen. Laten we zeggen met ruime meerderheden. De meeste wetsontwerpen van het zittende kabinet zijn met vrij ruime meerderheden aangenomen vanwege die 3 gedoogpartijen. Tussen haakjes. Dat is toch ook een wonderbare zaak, dames en heren, dat de regeringscoalitie 3 gedoogpartijen nodig had, SGP, D66 en de ChristenUnie, om zijn wetsontwerpen door de beide kamers te krijgen. Tot ze ook in de Eerste Kamer met deze coalitie verloren, maar we moeten het niet moeilijker maken dan het al is. En nu is het interessante eigenlijk, dat die gedogers, die dus 90% van alle wetgeving van het kabinet gesteund hebben, toch altijd beschreven worden en zich gedragen als oppositiepartijen. Wat ze dus helemaal niet zijn. En nog veel gekker is Buma, hè. Die, als je die ziet, nou ja, hij heeft altijd een vlammend zwaard in de hand, waarin hij zegt dat die regering er maar een potje van maakt en zo, en dat het allemaal verkeerd is wat ze doen. En hoeveel denkt u dat Buma gesteund heeft van de wetsontwerpen van de zittende regering? Ook 90%. Dat wist u niet, hè? Zeg maar eerlijk dat u Buma niet op de voet volgt. Nee. Daar zie je aan hoe je dus in feite regeringspartij kunt zijn zonder dat het schade oplevert. Want 1 ding is duidelijk bij de parlementaire democratie, en niet alleen in Nederland, dit probleem doet zich voor in alle westerse landen. Je wint de verkiezingen met vlag en wimpel. Denkt u aan Samson en Rutte in september 2012. Niet waar? Samen glorieuze winsten. U herinnert zich nog. De Partij van de Arbeid begon op 15 zetels, half augustus. En een maand later hebben ze 38 zetels gehad, waarvan ze er nu volgens Maurice nog 8 over hebben. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen volgend jaar. Het kan zijn dat dit het dieptepunt is en dan heb je tijd om, nou ja, moeten we het misschien straks ook even over hebben. En dan vorm je een kabinet, dat iedereen zegt van ja, jullie hebben zo dik gewonnen, wil jullie, het volk staat achter jullie, dat soort van onzin.
Het volk weet helemaal niet waar het staat. Dus laat staan dat het weet of het achter iemand staat of voor iemand. Of naast iemand. Dat ze hebben, ze doen maar wat. Hè? Want laten we eerlijk zijn. Het was natuurlijk fijn hoor dat die partij, beide partijen wonnen. Maar op grond waarvan eigenlijk precies, dat weet u ook nog. Drie of vier van die onbeschrijfelijk lullige per televisiedebatjes. Hè? Die bepalen dan eigenlijk hoe de machtsverhoudingen in het parlement gaan liggen. En u zult het met me eens zijn, niets is knulliger dan die televisiedebatjes die we gaan. Hè? Want u heeft nog 17 seconden voor uw antwoord, meneer Rutte. Hè? Ja, Rutte ging een beetje af. En weet u nog dat we begonnen zijn met Emiel Roemer op 38 zetels. Die had er toen 15. En tenslotte had hij er een maand later weer 15. Dus Roemer was de verliezer van de verkiezingen. Moet zeggen, ik vind het ook dapper van de SP dat ze Roemer gehandhaafd hebben en gaan handhaven voor de verkiezingen van het volgende jaar. Wie weet, niet waar, gaan ze dat dan een stukje beter doen. En Samson had het geweldig goed gedaan. Maar is dat een criterium om te zeggen dat iemand een verdienstelijke regeringsleider kan zijn of een bekwame minister? Het is allemaal nogal studenticozen. Je moet, hè, ze hebben dan van die hele leuke ingestudeerde clausjes. En je hoort direct aan zo'n leuk antwoord dat het ingestudeerd is. Ze hebben natuurlijk ook de hele regie van zo'n debat, dat ligt allemaal vast. Het is van een, u zult tegen mij zeggen, heb je een alternatief? Nee, ik heb geen alternatief. Dus hoe we het aan zouden moeten pakken, weet ik niet. Laten we in godsnaam de sociale media erbuiten houden. Hè? Ja, want, ja, dat zult u toch ook, wat hoor je daar niet voor positiefs over, de sociale media. En het blijkt eigenlijk een soort kankergezwel te worden, hè, wat we met ons meedragen en wat zich volledig onttrekt aan elke vorm van objectieve waarneming. De gekste geruchten schijnen te lopen op Facebook en die mensen die geloven daarin en die trekken ze dus niets meer aan van wat heet de mainstream media. Want die zijn onbetrouwbaar, maar wat op Facebook staat, dat klopt. Hè? Want op Facebook stond dat alle vluchtelingen kinderen gratis zwemles zouden krijgen. Dat is niet zo, maar het stond er wel. En u begrijpt dat dat voor de boze burger al een reden is om een hele tijd verdomde boos te zijn. Hè? Onze kinderen moeten betalen en die eikels die krijgen gratis zwemles. Waarschijnlijk in verband met die bootjes die weer terug moeten. De sociale media, ja. Kijkt u wel eens op Twitter of zo? Eigenlijk nooit, nee. Wie bezondigt ze daar wel eens aan? Ja, ik doe er niet aan mee, maar nou ja, er is een stagiair die voor mij twittert, maar... ja, dat ben ik niet zelf, dus... kan ik me niet druk over maken. Ja, enkele maal zeg ik, dat zou ik zelf nooit getwitterd hebben. Maar ik kan u verzekeren dat het is een hele goede zaak dat ik niet twitter, want ik zou me dan toch boos gaan maken. En van het een komt het ander en voordat je het weet zeg je dingen die jij beter niet had kunnen zeggen. Een beetje te vergelijken met de echterlijke ruzie, u kent dat ook wel. En het loopt op en het gaat over niks. Het gaat over de deur van de afwasmachine, dat werk. Ja. En voordat je het weet heb je de apocalyps over jezelf afgeroepen. En dan denk je, waarom doen we dat toch eigenlijk, hè? Zo'n beetje wat ze in Aleppo over een jaar ook denken. Waarom hebben we dit gedaan? Hè? Dat is niet verstandig geweest. Hè? Een van de oudste steden ter wereld is volledig aan dirrelen geschoten zonder... Nou ja, goed. Ja, maar ik was eigenlijk bezig met die parlementaire behandeling van een wetsontwerpje. Het wetsontwerp is in beide kamers met ruime meerderheden aangenomen. En dan zegt Jan Roos, eventueel terzijde gestaande door Thierry Baudet, ook een hele, hele diepe denker. Ja, u weet dat hij ook in Leiden heeft gestudeerd. U weet welke twee andere personen in Leiden hebben gestudeerd. Ook geschiedenis, geloof ik. Namelijk Mark Rutte en Verhagen. Maxime Verhagen, die heeft ook in Leiden gestudeerd. En ik ben me toch in toenemende mate gaan afvragen, wat is dat voor rare opleiding? Zou het niet verstandig zijn om de hele geschiedenisopleiding in Leiden op te doeken en over te doen aan Utrecht? Ik weet dan niet zo gauw een politicus van een
met een dergelijk ongelukkig verleden die in Utrecht geschiedenis heeft gestudeerd. Weet u er een, zo 1, 2, 3? Ik weet eigenlijk niemand. Nee, hè? U ziet, dat is een uitstekende opleiding. We hebben dit soort van onvaleurs hebben wij niet af laten studeren. Van Maxime Verhagen. Ja, Rutte. Nee, ik moet even door met dat wetsontwerpje. Ja, Jan Broos zegt, nou ja, dat ligt niet, goed bij de PO-net, kijkers, lezers, weet ik precies hoe je ze wil noemen. We gaan een referendumpje doen. En u weet, de referendumbakkers hebben er niet aan gedacht dat je met vrij simpele internetmiddelen honderdduizenden handtekeningen kunt verzamelen in no time. Hoe dat gewaarmerkt wordt, weet ik niet, of daar nog niet iets aan zou moeten worden gedaan. Ik lijk mij van wel. Maar goed, anyway, ze hebben er geen rekening mee gehouden. En zo kun je dus een referendum houden. En zo hebben we een referendum gehouden over het handelsverdrag. En u heeft in dat handelsverdrag, bij de verkiezers van het handelsverdrag, ik zal aan u maar niet vragen wie we nu tegen heeft gestemd. Mocht u dat gedaan hebben, zou ik zeggen, heb er maar spijt van. Want dat is niet verstandig geweest. U bent bovendien om de tuin geleid, want het bleek al vrij snel dat de initiatiefnemers, die waren in zak geïnteresseerd in de Oekraïne, die initiatiefnemers wilden de EU zwart maken. Dat is ook, ik kom straks op dat thema terug, in verband met Boos. En de ongelooflijke boosheid die Nederlanders, veel Nederlanders bevangt als het over de EU gaat. Ik weet niet, zag u nog dat lollige berichtje over die Engelsen die helemaal niets van de EU bleken te weten. Die gaan daar nu 23 juni, gaan ze daarover stemmen. Hè? Waar je aan ziet, u begrijpt in welke kant dit opgaat, dit betoogje van mij. Hou geen referenda. Vraag niet aan mensen die niks weten om een oordeel uit te spreken over enorm complexe zaken waar ze totaal geen zak van af weten. Dat is nou de kern van de parlementaire democratie. Dat je in principe Kamerleden hebt, de Eerste en Tweede Kamer. Ik ben ook wel voor het bicamerale systeem. Waarvan je mag veronderstellen dat de dossierhouders zich verdiept hebben in deze kwesties. Maar dat moet je niet aan de kiezers vragen. Hadden we aan de kiezers moeten vragen of we de hoge snelheidslijn moesten aanleggen tussen Amsterdam en, wat is het, Lage Zwaluwe of waar, dat ding op, waar komt die bel hier binnen, weet ik echt niet precies. Dat heeft ons 7 miljard gekost. Weet u dat nog? Ja, zijn we daar nou gelukkig mee? Nou nee, want er rijdt geen hoge snelheidslijn, dus als je nou 7 miljard hebt uitgegeven en 15 jaar later blijkt dat je er geen zak aan hebt, dan... Zo, toen was er al de vraag of het enig rendement ooit zou hebben, want iemand had in de krant uitgerekend hoeveel mensen elke dag naar Parijs willen. Want dat was het idee. Je ging erin zitten en voordat je je madeleine op had, was je in Parijs. En dan kwam het op neer. Het was een uniek middel om in 3 uur in Parijs te zijn. Terwijl je daar normaal gesproken met die Intercity 6 uur over doet. Waarom dat zo erg is, weet ik ook niet, maar dat is nu eenmaal zo. Ja, maar daar was uitgerekend dat er zo weinig mensen naar Parijs willen, elke dag, vanuit Nederland. Er zijn er wel, maar het is een betrekkelijk klein aantal, dat het rendement, dat het een subsidie per kaartje van astronomische aard was. Ja, ik ga hier maar niet over door, het is een interessant thema overigens, namelijk dat als er... Kijk, als we geen geld hebben, zijn we steeds bezig om te bezuinigen. En als we hartstikke veel geld hebben, dat komt in de jaren 90, groeide de Nederlandse economie onverwacht snel. Als je dan conservatief begroot, dan hou je een knappe hoeveelheid geld over. En dan krijg je al heel snel, dat moeten we in infrastructurele projecten stoppen. Hè? Zodat we voorbereid zijn op de 21ste eeuw. Ik weet niet of u zich de discussies nog herinnert, van de 21ste eeuw. En 2 superprojecten, dat waren de Betuwelijn, 8 miljard dacht ik in totaal, en 7 miljard voor de hoge snelheidslijn. Alleen hadden we met de Duitsers niet goed afgesproken dat dan bij de Duitse grens ook een aansluiting zou worden gemaakt op het Duitse spoorwegnet. Dat lijkt toch een vrij redelijke conditie, maar u weet, dat hebben de Duitsers tot op de dag van vandaag niet gedaan. En sterker nog, ze hebben onlangs te kennen gegeven dat ze het wel van plan zijn, maar dat het door omstandigheden nog wel even kan duren voordat het zover is dat die aansluiting, en hoe lang ligt de Betuwelijn er al, of die treinen die daar oprijden dan in een soort gat vallen, dat weet ik niet helemaal zeker.
daar gaf de krant geen uitsluitsel over wat er dan met die treinen gebeurt die daar overheen rijden. Ik weet niet, heeft u gezien dat die brug over dat kanaal in Noord-Duitsland, die aangevaren is door een bootje. En dat was een brug van Jan Doedel, die had het van de Duitsers niet verwacht dat het zo'n krakkemikkige brug was. En toen, dat blokkeert de treinlijn van Groningen naar Bremen. Nou, heb ik niet de indruk dat dat een van de meest frequent gebruikte lijnen van Nederland is. Wie wil er in godsnaam naar Bremen? Laat staan, wie wil er eerst naar Groningen om daarna naar Bremen te willen? Maar het interessante was dat de reparatiewerkzaamheden leken mij voor een bekwame lasser. En nog iemand erbij zo uit te voeren in 3 maanden. En de Duitsers zeiden dat ze 5 jaar nodig hadden om die brug te repareren. 5 jaar lang zou er geen directe treinverbinding zijn tussen Bremen en Groningen. En daar ben je toch een beetje, kennelijk zijn die Duitsers helemaal niet geïnteresseerd in intensieve contacten met hun westerburen. Hè. Ik vond het een beetje vreemd eigenlijk, al met al. Ja, keren we terug. Dus nu hebben we een parlementaire democratie, waarin je een wetsontwerp hebt aangenomen, volgens alle regelen der kunst, getoetst door de Raad van State, de Eerste en Tweede Kamer, alle gremia zijn er overheen gegaan. Het is aangenomen met ruime meerderheden. En dan komt Jan Roos en die zegt, ja, wacht nou eens even, dit is wel een lekker onderwerpje voor een referendum. Hè? Referendums zijn, zoals dat heet, die hebben een negative bias. Dus de kans dat mensen daar tegen gaan stemmen is altijd groter dan dat ze voor gaan stemmen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk met zoveel woorden, ik weet niet of u nu al zo ver bent gekomen in uw denkproces, dat het totaal zinloos is om dat die hele parlementaire weg te doorlopen als Jan Roos, geholpen door zo'n Leidse knurft. Hè? Ja, het zou toch niet waar zijn dat die Jan Roos ook in Leiden heeft gestudeerd. Mijn indruk is dat hij al moeite had om het lager onderwijs naar behoren te voltooien. Zoals zoveel van die mensen in die Po-nieuwsclub. Het is fundamenteel, het houden van een referendum is fundamenteel strijdig met de parlementaire democratie. Want u zou dan zeggen, ja, maar het volk moet er aan. Het volk heeft namelijk die Kamermeerderheden gekozen, waar we het net over gehad hebben. En dat hebben we ons aan laten praten, dames en heren. Het is ook, dit hele referendumwetje is met een betrekkelijk kleine meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. En dan ligt een wetje voor een bindend referendum. Maar dat kan alleen aangenomen worden door wijziging van de grondwet. En daar moeten we dan weer heel tevreden zijn over de chaos die heerst in de Nederlandse politiek sinds het optreden van de grootste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog, Pim Fortuyn. Misschien moeten we het daar straks ook nog even over hebben. Pim Fortuyn, u weet nog steeds voor velen de verloren Messias. Maar als u er even over nadenkt, is vrijwel alle ellende die over ons is gekomen in politiek opzicht sinds het jaar 2001 hebben we te danken aan Pim Fortuyn. U zou ook kunnen beargumenteren, hij gaf iets weer wat van de tijdgeest en als hij het niet was geweest, was het iemand anders geweest. Ik weet het niet. We komen zo ook aan Trump. Hetzelfde probleem in allerlei opzichten. Als hij, was er een alternatief voor Trump? Nou ja, u heeft al die 17 kandidaten gezien van die Republikeinen, maar één daarvan zou het geweest zijn. Die hebben allemaal vrij krankzinnige plannen, maar Trump is toch wel de kampioen van de waanzinnige plannen. Nou, plannen, voor zover. Laten we het retoriek noemen, veel meer dan dat. Het is volstrekte gebakken lucht, zoals zoveel populistische plannenmakerij en politieke voorstellen. Ja, dus we zitten nu met een probleem dat we eigenlijk op dit moment 2 politieke systemen exploiteren. Namelijk een fatsoenlijke parlementaire democratie, die bepaald niet slecht gefunctioneerd heeft sinds Thorbecke daarvoor de grondvesten heeft gelegd. Een echte liberaal, let op, dat hij niet geclaimd wordt door de VVD. Ik zou niet willen ontkennen dat er keurige VVD'ers zijn. Neem Frits Bolkestein. Maar het is ook een partij die maar al te gemakkelijk afglijdt naar een gemakzuchtige populistische lulkoek van de ergst denkbare soort. Bang voor Geert. Hè? Ik kan niet laten hier even te verwijzen naar de verstopeitjes
merk dat u dat helemaal niet gevolgd heeft. Geen enkele reactie bij u over de verstopeitjes. U moet de Nederlandse politiek natuurlijk een beetje op de voet volgen. Nou ja, het blijkt dat de HEMA een eitjesaanbod had ten tijde van de Pasen. En die heten niet paaseitjes, maar verstopeitjes. Daar werd dus over gekapitteld, omdat daardoor de christelijke paasboodschap geheel verloren ging. Verstop eitjes. Ja. Nou ja, zei de HEMA, dat was dan om het verkoopseizoen van de eitjes wat op te rekken. Want dan dachten de mensen niet dat het alleen met Pasen dat die eitjes te koop zouden zijn. En toen zei Halbe Zijlstra, hè, academisch gevormd, leider van de grootste fractie in onze Tweede Kamer, een steunpilaar van het zittende kabinet, die zei, ja, hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat de HEMA, die is geïntimideerd door de moslims. En de moslims hebben liever niet dat die eitjes paaseitjes worden genoemd in verband met, nou ja, de passie en de kruisiging van de heren en die hele sante kraam. He, die vinden dat een anti-moslimboodschap, daarom heten ze nu verstopeitjes. Dit is dezelfde Halbe Zijlstra die zei dat de meeste Syrische vluchtelingen hier naartoe kwamen in verband met de wens tot borstvergroting van de vrouwelijke vluchters. Herinner, bent u dat allemaal kwijtgeraakt, deze? Dit is de leider van de grootste parlementaire fractie in de Tweede Kamer van dit moment. Dat die man niet allang tot aftreden is gedwongen is. Een liberale partij is dit, hè? Ik wijs hem even, een liberale partij is dit. Verstop eitjes, hè? Paas eitjes. U weet waar deze onbeschrijfelijke flauwekul vandaan komt? Uit de Verenigde Staten. Hè, dit is een beetje een poging om ook in Nederland cultural wars op te starten. Hè, want in de Verenigde Staten heeft Fox een hele langdurige, jarenlange campagne gevoerd tegen season greetings, hè? Dat is met de kerstmis. Dat mocht ook niet meer. En daar kon je wel aan zien dat dat ook eigenlijk heel Amerika geïntimideerd was door de moslims. Hè, omdat je niet meer mocht zeggen Happy Christmas. Hè, omdat dat Christ, nou, u weet dat de Heere dan zogenaamd geboren zou zijn ten tijde van de kerstmis. Dat is verder allemaal volstrekt uit de duim gezogen. Ja, u weet dat uit onderzoek blijkt dat de Heere naar alle waarschijnlijkheid 4 jaar voor zijn geboorte geboren is. Ja, dan zit je een beetje een historisch probleem natuurlijk. Ik kan nog nooit laten om te zeggen, lees zelf eens een keer voor de aardigheid. U heeft allemaal, bent u nou niet allemaal, een deel was van u was religieus gevormd. Lees dat Nieuwe Testament eens. Die Christus die valt best mee. Het is wat ze ervan gemaakt hebben nadat hij eenmaal dood was. Maar het is eigenlijk, als je even ervan uitgaat dat hij dacht dat hij de zoon des Heren was en dat het koninkrijk God spoedig zou aanbreken, als je dat even accepteert, is het eigenlijk een vrij pragmatische gozer. Ja, ik geef toe dat dat woordgebruik hem lichtelijk dubieus is, maar misschien anachronistisch zelfs. Maar toch is het zo. Ik denk, niemand zou zo ongelooflijk verbaasd zijn als hij terug zou kunnen keren op aarde als de Heer Jezus. En als we dan hem uitleggen wat er gebeurd is, nou ja, sinds hij het leven heeft gelaten. Die moet ik ook niet vergeten dat de evangeliën zijn opgetekend 100 jaar na zijn dood. Goed, dit. Maar wij hebben nu dus onszelf een referendum cadeau gedaan, wat in feite fundamenteel strijdig is en de bijl slaat aan de wortels van de parlementaire democratie. Die kan nu verder door de Jan Rozen van deze wereld ingrijpend onttakeld worden. En dat hebben we ons dus totaal, of althans de politici die schuldig zijn aan deze onzin, hebben dat zich totaal niet gerealiseerd. En de vraag is nu, waarom eigenlijk hebben ze dat gedaan? Waarom hebben ze zo'n kulwetsontwerpje ingediend, wat er dus maar net doorheen geslipt is in de Tweede Kamer? En tenslotte ook in de Eerste Kamer, ik geef het toe. Chambre de Réflexion, die hadden beter moeten weten, maar wat dan kun je beter eigenlijk de hele parlementaire democratie afschaffen. Wat zou je moeten doen met al die poppenkast? Niet waar, dan kun je beter over alles een referendum houden. Dat is toch veel handiger eigenlijk. Dat je een wetsontwerpje, dan doe je gewoon in teletext, doe je het wetsontwerp, een beetje een verkorte vorm. U weet, teletext is 100 woorden, dacht ik, per boodschap. Behalve als Verstappen Formule 1 wint, dan hebben we toevallig 500 woorden nodig. Dus
natuurlijk ook een zaak van wereldschokkend belang. En dan kunt u aan het eind van de week, krijgt u een elektronische oproep. Want iedereen die niet op internet zit, sorry hoor, maar die hoeft verder ook niet meer mee te doen. Zo'n bejaarde die dan niet begrijpt hoe het met dat internet zit, daar kunnen we eigenlijk geen rekening mee meer houden. Gaan we ook met de belasting, houden we dat ook allemaal met internet. Hè? Ik hoop dat het zover komt en dan ga ik natuurlijk weigeren te betalen. Hè? Omdat ik geen internetaansluiting heb. Ik heb namelijk zo'n waardeloze oude PTT-kabel dat ik heb maar een paar minuten internet per dag. Hè? Het is altijd even gokken of die er is of dat die er niet is. Ja, en wat je ook doet. Ja, eigenlijk moet je natuurlijk nooit dingen uit eigen ondervinding gebruiken voor dit soort van betogen. Maar ik heb een uur gebeld met de klantenservice van de KPN. Nou, ik weet niet, zijn er mensen bij u die de behoefte hebben om klinisch gek te worden? Dat u zegt, ik zou wel eigenlijk wel weg willen bij het bedrijf waar ik werk of van mijn echtgenoten. Maar dan moet ik wel een serieuze beroepshalve een verklaring hebben dat ik klinisch gek ben. Dan moet u nog iets langer bellen dan ik met de klantenservice van de KPN. Maar ik was al helemaal, ik stond helemaal stijf van ellende. Ik ga u niet beschrijven wat er gebeurde, maar dat bedrijf nog bestaat, is al een godswonder. Dat iemand überhaupt een werkende verbinding heeft bij dat bedrijf, dat is een godswonder. De KPN, zegt Jezus nog aan toe. Vroeger, dames en heren, een staatsbedrijf. Hè? Net als al dat. Mag ik ook niet over klagen. Ik had een prima Giro-rekening, niks mis mee. De Nederlandse Giro was een van de meest geavanceerde betalingssystemen die er in deze wereld bestonden. En het is verpatst door in de vroege jaren 80 aan de ING. Ja, u blijft er te doodstil blij. Ik had liever gehad dat u een beetje begon te joelen. Een beetje zoals in Steenbergen, maar dan voor een goede zaak. Maar nee, u accepteert dat allemaal. Ja. Korte treinen, internet wat niet werkt. Het feit dat je bankrekening moeiteloos verpatst kan worden aan alle andere banken. Het is een. Goed, ik dwaal af, dat moet ik niet doen. Want de vraag was: waarom hebben we zo'n knullig wetje gemaakt dat we nu een referendum hebben? En staat er een wetje op? Want wat zeiden die oelewappers die voor referenda zijn. En dat bleek vrijwel elke lid van de Tweede Kamer te zijn die daarover geraadpleegd werd. He, dus onze nieuwe held van GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid, de hele Sante Kraam. Die was er enorm voor. Ja, dit was dan wel mislukt, daar gaven ze nog wat toe. Maar het was toch een geweldig leuk idee. He. Ik zou zeggen, wat mij betreft is één totale mislukking ruim voldoende. Met de KPN moet ik ook weg. Op een of andere manier, misschien kan ik een buitenlands bedrijf inhuren. Nee, ze vonden het allemaal geweldig en bleven ook warme voorstanders van een bindend referendum, want dit is een raadplegend referendum. En u heeft gezien hoe Rutte gereageerd heeft. Hij had niet de moed om te zeggen, god mensen, u ziet zelf ook wel dat het mislukt is, 32,2%, 2,2% boven het absoluut wettelijk gestelde minimum. Nee, die moed had hij niet. Jammer, vond ik zelf. Hij heeft iets anders verzonden, namelijk dat er nu onzichtbaar in Brussel overleg wordt gevoerd tot een moment waarbij blijkt dat uit onderzoek blijkt dat men totaal vergeten is dat er een dergelijk referendum gehouden is. En gezien het modale geheugen van de modale kiezer, denk ik dat over een maand of drie wel zo'n beetje zover is. Hij heeft geen idee dat we dat gehad hebben. En nou goed, dan kunnen we altijd zeggen dat Juncker het heeft laten vallen toen hij dronken was. En iets in die geest. Hè? Want u weet, Brussel heeft het altijd gedaan. Wij zelf hebben nooit iets gedaan. Rutte is in Brussel is die heel pro-Europa, stemt niet tegen. Hij is al lang blij als hij naast Merkel mag zitten. Hè? En zodra die waar lage zwaluwen gepasseerd is in de bepanserde auto van de Nederlandse overheid, dan is hij enorm fel anti-EU. Tegen, was het ook weer vergezichten was het, hè? Hij is tegen vergezichten. Nou vind ik ook zelf, je moet ook niet te veel met vergezichten werken. Hè?
Maar een heel klein beetje vergezicht, dat kan toch geen kwaad. Hè? U kijkt toch liever met een beetje een aardig uitzicht dan dat u op een dode muur kijkt. Hè? Of zegt u nou, dat dwingt je tot verinnerlijking. Ja, je kunt tegenwoordig de meest grove nonsens verzinnen en iedereen denkt dat het zo is. Hè? En wat er bijvoorbeeld met de weekends in de kranten staat, dat is echt over, met name over het geestelijk leven. Hè? Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ze daar ruimte ervoor krijgen om die onzin bij elkaar te verzinnen. Waarom? Omdat we bang zijn voor de boze burger. Daarom is dit wetsontwerpje aangenomen. En daarom willen ze nu ook nog een bindend referendum. Hè? Voor de jamrozen van deze wereld en hun aanhang. Want de aanhang is ook grotendeels boos. 60% heeft tegengestemd in dat referendum. Dus rekent u nou even, hè? Het is 60% van 30%. Hoeveel is dat? Dat is 18%. Dat klopt overigens heel aardig. En nu kom ik tot de cijfers. Want de vraag is natuurlijk onmiddellijk, hoeveel boze burgers zijn er eigenlijk precies in Nederland? Nou, is dat heel lastig te bepalen, want sommige mensen zijn wel boos over het een, maar niet zo verschrikkelijk boos over het ander. Het zijn vloeiende lijnen, maar globaal zegt het Sociaal-Cultureel Planbureau, is ongeveer 18% van onze bevolking is boos. Waarbij u toch waarschijnlijk onmiddellijk denkt, hoe kan het dan dat eigenlijk wij al sinds 2002 gegijzeld worden, evident door boze burgers. Want het gekke is dat er 18% is boos, ik kom zo bij de resterende 82% van de Nederlandse bevolking, maar wie zijn er aan het woord geweest sinds 2002? De boze burgers. Wie leven er in doodsnood voor de boze burgers? De politieke partijen. En in het bijzonder wel de dominante partij van dit moment, de VVD. Want dat is de partij waarbij het transitoverkeer tussen PVV en VVD is het allergrootste. Er is ook wat transitoverkeer van de kant van de SP, maar er komt meer van rechts naar ultra-rechts, om het maar zo te zeggen. Ja. En wat hebben we sinds die tijd gehad? Eerst Pim Fortuyn. U weet hoe het gelopen is met het eerste kabinetje waar de LPF in zat. He, herinnert u zich nog het eerst? Ja, een van de humoristische hoogtepunten uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Omdat vrijwel iedereen die met de LPF te maken had, feitelijk krankzinnig was. En ik bedoel dat niet in de normale retorische zin van het woord, maar ook klinisch toch vrij ernstige afwijkingen vertonen. Je moet je voorstellen dat je totaal uit het niets, het is ook wel interessant, 26 kamerzetels krijgt. Als u een beetje zou kunnen rekenen, weet u ook hoeveel % van de bevolking kennelijk zo boos was dat ze bereid waren op de LPF te stemmen. Maar dat is natuurlijk even lullig terugrekenen. Hè? Het was 16%. Klopt, hè? Klopt we heel aardig met die 18% boze burgers waar we daadwerkelijk volgens de SCP mee te maken hebben. Ik zal u ook zo dadelijk uitleggen wie het eigenlijk precies zijn. Want daar is ook onderzoek naar gedaan. Wie zijn er nou eigenlijk zo boos dat ze vinden dat het allemaal anders moet? Dat we populistische oplossing, referenda, gaan ze maar door. Dat populisme is overigens veel ouder natuurlijk dan Pim Fortuyn. Want we hebben nog een ander populistisch partijtje waarvan wij helemaal niet vinden op dit moment dat het een populistisch partijtje is. Maar wie zijn natuurlijk ook, wie zijn door dit virus groot geworden? D66. Hè? Een partij met die nog steeds de meest levensgevaarlijke voorstellen met zich meedraagt. U mag stemmen wat u wilt. Ik vind Pechtold een stuk beter dan Henk Krol, dat begrijpt u ook wel. Hè? Dat is geen vergelijk mogelijk. Maar die kroonjuwelen, hè? Referendum, weet u wel. Districtenstelsel, weet u wel. Gekozen minister-president, weet u wel. En verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Hè? Ik weet niet, hoe oud ben jij? Jij lijkt me de jongste aanwezig hier. U bent 14, kijk. Ben jij voor dat je over 2 jaar al kiesrecht krijgt of niet?
kijk. Deze hele bevolkingsgroep wil het zelf ook niet. Wij zien aan dat die bevolkingsgroep als zodanig verstandiger is dan D66, die voorgesteld heeft het kiesrecht op de 16 jaar al ter beschikking te stellen aan de Nederlandse burger. Een beetje op dezelfde manier als je nu vanaf je 16e, geloof ik, rijexamen kunt doen. Of althans, je kunt een opleiding geraken voor rijden en dan is de bedoeling dat je, geloof ik, als je het haalt, dat je dan onder leiding van een ervaren rijder, dat je dan zelf ook mag rijden. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dit in de praktijk heeft uitgepakt. Weet u nog wanneer je vroeger voor het eerst mocht stemmen? Voor mijn generatie. Wanneer mocht ik voor het eerst stemmen? 23, zo is het. Hè? Terwijl in mijn geval, mijn persoonlijke geval, had ik rustig kunnen stemmen vanaf mijn 6e levensjaar. Hè? En ik zou een glorieuze toevoeging zijn geweest aan de Nederlandse parlementaire democratie. Maar ik geef toe, voor veel mensen is ook eigenlijk het hele leven, nou ja. Ja, dat is toch, blijft eigenaardig eigenlijk. Heeft u zich dat nooit afgevraagd? Je moet om op te kunnen rijden in Nederland, moet je een rijexamen doen. En dat valt toch om de drommel niet mee. He, je hebt een theoretisch examen. En je moet weten dat je een begrafenis doet, voor moet laten gaan. Dat je niet doorheen moet peren en zo. Maar om te stemmen heb je in Nederland geen enkele vorm van kwalificatie nodig. Ook als je geen flauw idee hebt hoe het systeem werkt of wat de diverse verantwoordelijkheden zijn. Dat er de Eerste en Tweede Kamer zijn en dat er een trapte. Nou, de meeste mensen hebben geen flauw idee hoe het zit, maar ze stemmen wel. Waar stemmen ze op? Op vage sentimenten. Hè. Ik ga het u niet vragen, want dan dwing ik u tot liegen. He, maar wie van u leest de partijprogramma's door en zegt van nou wacht nou eens even, maar daar ben ik helemaal niet voor. Ik wou op die partij stemmen, maar dat ga ik nou lekker niet doen. He? Ja, als je dat maar goed genoeg doet en je bent kritisch genoeg, dan is überhaupt de vraag waar je eigenlijk op moet stemmen natuurlijk. Maar we hadden het over die boze kiezers. Want het gekke is dat, wat hebben we na Fortuin gehad en na dat LPF-kabinet. Hoe lang heeft dat kabinetje er gezeten trouwens, weet u het nog? 86 dagen heeft het gezeten. Hè. En toen hebben we nog natuurlijk een gedoogkabinet gehad, 2010, 2012. Een absoluut, totaal, principieel dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis. De 14 wetsontwerpen van het gedoogkabinet zijn in de prullenmand gegooid toen het volgende kabinet aantrad. Dat is een vrij unieke hoeveelheid, kan ik. Dat waren al die wetsontwerpen over kledingvoorschriften in de publieke ruimte en allemaal dat soort van dingen. Hè. Dat je dus zo'n die boerka, weet wel hoe dat in de tijd zat. Ik weet niet of ze ook dan, weet u nog, Rita Verdonk, want die hoort ook tot dit toneelstuk. Hè. Die zei dat je in Nederland mocht je alleen Nederlands spreken op straat. Dat zou wel een hele goede oplossing zijn voor de problemen waar Amsterdam mee worstelt. Hè. Ik liep laatst van het station naar vrij dicht een adres in de buurt van het station. En ik heb op straat geen Nederlands gehoord. Nou, Rita die zou echt. Die had de ME gebeld en er waren 86 busjes gekomen. En ze hadden die hele club opgepakt en teruggestuurd naar weet ik veel waar ze vandaan komen. Spanje en zo, het is ook heel gek. Het zijn, lijken mij vooral Zuid-Europese talen die je daar beluistert. Ja, nou ja, zo. Ja, het wonderlijke is dat de angst voor de boze burger is aanstekelijk. Het is een soort, het populisme leidt bij de andere partijen die helemaal geen populistische ideeën hebben, tot een soort populisme light. Die gaan ook, ik weet niet of u zich het herinnert, bij na de opkomst van Fortuin, dat alle partijen, ook met hele verstandige leiders en zo, zei ja, we moeten beter luisteren naar de burgers. Weet u nog dat je naar de burgers moest luisteren? In het bijzonder misschien naar de boze burgers, want ze waren zo boos geworden dat. In hoeverre is dat nou een reële uitspraak dat je naar burgers moet luisteren? Wat zou je daar onmiddellijk voor kritische vraag bij stellen? Niet dat dat gedaan werd overigens in Nederland, maar daarom vraag ik het aan u. U heeft nu ongeveer 14 jaar de tijd gehad om erover na te denken. Dus u zou nu moeten zeggen, naar wie ga je nou precies luisteren? Wat is het meest, wat is het meest overtuigende luistermoment wat wij in Nederland hebben?
dat zijn onze parlementaire verkiezingen. Ja, want de verkiezingen voor de Tweede Kamer halen toch opkomstpercentages tegen de 80%. Dat is internationaal, kan ik u verzekeren, is dat ook heel erg hoog. Het loopt, het kalft langzaam af, maar het is nog steeds hoog. Bij de komende presidentsverkiezingen, ondanks alle onbeschrijfelijke opwinding, zal de opkomst niet hoger zijn dan 62% of zo. Misschien 63%, dan hangen ze de vlag al uit. Bij Amerikaanse midterms komt 30% van de kiezers op daar. Trouwens, is het ook niet een interessant onderwerp om even tussendoor met u te... U ziet dat bij mij alle belangrijke dingen feitelijk tussendoor komen. Maar goed, we gaan nog even door op dat populismebeleid, dat we naar de burgers moeten luisteren. Dat doen we. Daarvoor houden we parlementaire verkiezingen, omdat we naar de burgers luisteren. Want anders is de vraag, ja, moet je dan, want dat bedoelen eigenlijk de populisten altijd, dat we alleen moeten luisteren naar die burgers die het met de populisten eens zijn. Dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Maar ja, dat kan ik ook. Ik bijvoorbeeld word nooit geraadpleegd over deze materie. Bent u wel eens gebeld door zo'n panel van Maurice de Hond? Wie is wel eens gebeld door Maurice de Hond? Nou, moet je kijken, monddood gemaakt. Ja, niet gehoord, zoals dat heet. Wordt geen acht geslagen op ons. Wie is wel eens gebeld door dat panel van Nieuwsuur? Nee, het is het Eén Vandaag panel. Ook niet, hè? Kunt u wel zichzelf voor opgeven, trouwens. Dus als u ook boos bent, dat u ook wel eens even af wil reageren, dan moet u zich daarvoor opgeven. En als jullie dan zeggen, ja, we willen u niet hebben, dan zeg je van, ah, monddood gemaakt. Zal jullie krijgen. Ik ga regelrecht voor Henk Krol. Ja. Nu de vraag. Nee, laat ik eerst nog één keer aanpunten. Dat we nu sinds 2002... domineert de boze burger het debat in Nederland. Over de politiek, over de toestand van het land, over alle denkbare factoren. En ik kan niet laten om daar even mijn zuster bij te halen. Mijn zuster is namelijk ook vaak boos. Nou ja, niet op populistische manier moet ik zeggen, maar ze is wel vaak boos. Veel meer dan ik bijvoorbeeld. Ik ben een enkele keer boos als ik met de klantenservice van de KPN gebeld heb. Dan ben je blij dat je een leeg kartonnen doosje hebt staan wat je even in elkaar kunt deuken. Desnoods zet je er speciaal een in elkaar om weer in elkaar te deuken. Maar mijn zuster was 2 weken naar Iran geweest. U weet, we zijn nu weer met het Westen, is op iets betere voet geraakt met de moela's. En zij is naar Iran geweest. En zij mailde mij gisteravond dat ze weer terug was. En zij mailde mij dat ze zo gelukkig was dat ze weer terug was in Nederland. Terwijl ze meestal tegen mij zegt dat het een klote land is en dat het een vulgair rotland is en dat niemand in de kunst geïnteresseerd is, laat staan in haar langdurige betogen voor de televisie daarover. Nou ja, ga zo maar door. Dus ik heb onmiddellijk teruggemaild van zo, dat ben ik niet van je gewend. Gewoon om te treiteren natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar ze was zo blij dat ze terug was, dat ze mij onmiddellijk gelijk gaf. Ja, daar heb je wel gelijk in, mailde ze mij terug. Het was in een van die momenten dat mijn internet het wel even deed. Als ik de dingen heel kort hou, dan piepen ze er vaak nog net wel doorheen. En toen dacht ik bij mezelf, en ik heb dat wel eens eerder voorgesteld, wat alle boze en ontevreden Nederlanders eigenlijk verdienen. Het is een niet onaardige overheidssubsidie om gedurende enkele maanden te wonen in een land naar eigen keuze. En dan niet Denemarken of zo, daar kom je trouwens niet in zonder dat ze je iPhone afpakken. Dus u moet, ja, ik denk aan Iran of zelfs de Verenigde Staten hoor, we kunnen het er straks nog even over hebben. Want ik heb Trump nog steeds niet behandeld. En daarbij dan moet je gewoon 6 maanden het normale dagelijkse leven leiden. Niet alleen maar naar kunstschatten gaan kijken. En dan ben ik graag bereid om te horen of je weer terug wilt. Of zeg van nee, voor mij is het Iran voortaan. Voor mij is het Rwanda. Een heerlijk, heerlijk land. Heerlijk land, ja.
Ja, heel rustig. De buren zijn al dood aan de ebola. Dus het is in alle opzichten is het een bevrijding als je uit Nederland komt. Sierra Leone, Guatemala, Argentinië, nou ja, het kan. Hè? Al die landen. Heeft u nooit gehad dat u met vakantie was in een land en dat als het dan klaar was met de vakantie, dat je dan weer terug was op dat vliegveld en je denkt, godzijdank, ik kan weer naar huis. Hè? Heeft u dat nooit? Ik ga ook maar helemaal niet, dat is verreweg de beste methode natuurlijk. Ja, wij lijden aan vakantie craziness, ik weet niet hoe je dat, vakantiewaanzin. Hè? Je moet ook altijd, je moet, wat zeg je, ga jij niet met vakantie? Wij hebben al geboekt voor een tropisch eiland. En dan denk je, tropisch eiland, hoe kom je daarbij? Hè? Dat je de hele avond denkt, dat ze nog steeds zo reet in de warm. En die stomme insecten die maar blijven piepen en vliegen. Hè, maar heb je hier ook geen last van? Hoe zijn we aan die vakantie gekomen? Vroeger bestond vakantie helemaal niet. Hè? Wist u dat vakantie de grootste, wereldwijd de grootste industrie is die er is? Wist u dat? En nog steeds groeiend. Nou ja, denk aan het arme Amsterdam. Hè? Want waar zit Amsterdam? Waar worstelt Amsterdam natuurlijk mee? Kijk, Amsterdam is, hoe gek het ook klinkt, een kleine stad. Ik geloof dat Amsterdam net 800.000 inwoners heeft. Ze hebben alle arme Amsterdammers weggedumpt naar Almere en Purmerend, zoals u weet. Ja, ik vroeg nog eens aan Cohen, die er verstand van heeft. Ik zeg, hoe komt het toch dat in Amsterdam nauwelijks PVV-wet wordt gestemd? Hè? Gezien de hoeveelheden vreemdelingen, immigranten enzovoort, zou je toch zeggen, nou, bij uitstek een plek om PVV te stemmen. Nou, zei hij, dat kan ik je zo vertellen. Al onze PVV'ers wonen in Almere en Purmerend. En dat klopt wel zo'n beetje. Hè? Als u even naar de cijfers kijkt. Niet voor niks dat de PVV in Almere ook in de gemeenteraad acte de présence geeft, waar ze overigens niets van terechtgebracht hebben. Ik zeg het maar even heel klassiek populistisch. Ja, sinds wanneer hebben wij die vakantiecraziness? Wanneer is dat opgekomen? Uit welke tijd stamt de Baedeker en Cook's Travel Service en al die dingen die nu al lang weer niet meer bestaan, maar goed. Nee. Sinds wanneer zijn de Engelse pieren aangelegd? Blackpool, nou ja, als u ze ooit gezien hebt, ze zijn, als ze niet afgefikt zijn, dan zijn ze er nog en je ziet direct dat, nou ja, zo'n beetje uit de tijd van Dickens stamt, hè. Nou, misschien iets later, jaren 60, 70, 80 van de 19e eeuw. De Engelse bourgeoisie die voor het eerst in een toestand was geraakt dat je vakantie kon houden. Dat je geld had om 2 weken per jaar of 3 weken per jaar ergens anders heen te gaan. De adel had de Grand Tour. Hè, dat was dat je als jonge edelman ging je naar Italië om van de zon te genieten, zal ik maar even zeggen. Maar normaal gesproken ging niemand met vakantie. En nu is die vakantie een soort morele plicht geworden eigenlijk. Hè? Wie van u is gek op vakantie? Ja, daar komde jij nog op school zitten. Hè? Ja, dat is zo kloterig, dat ben ik helemaal. Ik sta op dat punt helemaal achter je. Feitelijk is de school een vorm van georganiseerde gevangenschap. Hè? Waar je bovendien voortdurend te maken hebt met leerlingen die een stuk stommer zijn dan jij. Hè? Zodat je geen moe opschiet. Maar goed, moet ik ook niet zeggen natuurlijk. Ja, vind je ook niet dat er vaak toch aan de echt goede leerlingen.